Wijnand Duivendak treedt terug als Tweede Kamerlid. Dat maakte de GroenLinks'er donderdagavond bekend tijdens een persconferentie samen met fractievoorzitter Femke Halsema in de Tweede Kamer. Duivendak kwam onder vuur nadat hij een vooraankondiging van zijn boek toegaf in 1985 ingebroken te hebben bij het ministerie van Economische Zaken. In het krakersblaadje Bluff publiceerde Duivendak vervolgens de gestolen adresgegevens van topambtenaren met de toevoeging hun rust te verstoren. Oud-topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken Verberg zei in NRC Handelsblad dat de publicatie van adresgegevens heeft geleid tot bedreiging en brandstichting. Ik kan zeggen, volle overtuiging, dat ik altijd me verre heb gehouden van geweld tegen personen, vuur, bommen, noem al dat soort dingen maar af. Ik heb een hoop dingen gedaan, inbraken, noem maar op, waar ik nu van zeg, dat had ik nooit moeten doen. Onverstandige acties die ik veroordeel. Maar ik had wel een grens. En dat was wel mijn grens. Dat iets wat bij de heer Verburg nu bekend is geworden, Verberg, dat was voor mij ver over de grens. Met zijn vertrek hoopt Duivendak meer tijd en ruimte te hebben om in debat te gaan over zijn verleden en over de gebeurtenissen in de jaren 80 als geheel. Een hoop reacties gekregen van mensen die zelf ook mee verantwoord waren uit die tijd, als u dat bedoelt. Hè? En die het dus goed vonden dat ik dat debat zocht. Maar er zijn ook mensen die nog meer of minder standpunten delen uit die tijd. En die vielen mij daar ook op aan. Maar dat vond ik eigenlijk mooi. Want ik wilde dat debat ook zoeken. Ik wilde heel graag met hun dat debat verder voeren. En dat hoop ik ook de komende weken en maanden verder, zeg maar, met handen vrij, zeg maar, verder te voeren. Want het is een heel belangrijk debat. Waar liggen de grenzen bij het actievoeren? Halsema zei met pijn in het hart kennis te hebben genomen van de beslissing. Maar het neemt niet weg, het heeft helemaal geen zin om er luchtig over te doen. Is dat natuurlijk het heel erg is. Wij weten allemaal in wat voor tijd we nu af en toe geconfronteerd worden met bedreigingen. En ik moet zeggen, als ik zo'n brief lees van de heer Verberg, de effecten die het op hem destijds heeft gehad en zijn gezin, dan vind ik dat afschuwelijk.